Hoi Steenbok, dankjewel voor jullie reacties, abonnees en natuurlijk ook de likes. Het is een algemene reading, kan niet met iedereen resoneren. Mocht het niet met je resoneren, dan hoor ik dat natuurlijk. Of dan hoef ik het niet te horen, maar dan kun je het gewoon weggooien. Het is een algemene reading en mocht het wel met je resoneren, dan hoor ik het natuurlijk heel graag. Dan even kijken, allee, voor oktober. Oktober. Nou, doe ze toch even terug, want ik wil er meteen zes tegelijk hebben. Volg oktober, Steenbok Universum, Steenbok. Planeet van Steenbok is Saturnus. We gaan even kijken voor sterrenbeeld Steenbok, Saturnus. Wat is belangrijk? Sterrenbeeld Steenbok voor oktober. Sterrenbeeld Steenbok voor oktober. Wat is belangrijk voor sterrenbeeld Steenbok? Oké, daar gaan we. Steenbok, daar gaan we. Ja, de zon die kwam er net ook al uit. De drie van pentakels, de duivel omgekeerd. Dat ben jij, Steenbok. De zeven van staven, de loverskaart en de drie van kelken en de schildknaap van pentakels. Wat ik hier zie, Steenbok, is een kans. Een kans die je hebt gehad en die je niet genomen hebt of waar je wat afgeremd was. En het gaat hier allemaal om risico's nemen. Meer risico nemen in hetgene wat je wil. Want het kan best wel eens zijn dat als je kansen laat liggen, dat je dan misschien te maken hebt met jaloezie of zo van jouw kant. Dat er iemand anders met jouw kans vandoor gaat. En dat je dan achteraf ligt, daar niet happy mee bent, uiteraard. Alleen dat heeft allemaal te maken door het veel te safe te spelen. Playing safe is your problem, Steenbok. Dus om meer risico's te durven nemen, om jezelf daar meer te laten zien door op het moment dat het zich voordoet een stapje vooruit te zetten om kansen te grijpen en jezelf niet af te remmen of veel te, jezelf af te remmen eigenlijk. Hè. Play it safe is niet durven om voluit te gaan. En dan krijg je gemiste kansen en dan gaat er iemand anders met jouw kans vandoor. En dan moet je niet achteraf denken van, oh wat jammer nou, ik heb een kans gemist en die ander heeft die kans gekregen. Maar dat heeft te maken met playing safe. Dus dat je echt veel te veel op zeker hebt gespeeld. Ik ga even kijken wat het universum hiervan zegt. Het universum, wat is belangrijk op dit moment? Wat is belangrijk voor Steenbok op dit moment? Drie kaarten. Dat is vijf van staven, rad van fortuin omgekeerd en de aas van pentakels omgekeerd. Ja, wat ik al zei, er is concurrentie op een of andere manier geweest, of die ligt in het recente verleden, concurrentie, meerdere mensen, het kan zijn met werk, het kan ook zijn met liefde, maar in ieder geval concurrentie, meerdere partijen die om hetzelfde hebben gevochten, zal ik wel zeggen, en het rad van fortuin en dan omgekeerd en dan de aas van pentakels omgekeerd, dat is een gemiste kans. Dus belangrijk, Steenbok, is om bij jouzelf na te gaan. Waarom laat ik kansen liggen? En waarom haal ik niet alles uit de kast bij een kans? Wat is dat? Is dat onzekerheid? Wat is dat, Steenbok? Dus daar mag je even naar kijken in oktober. Wat is het dat mij tegenhoudt? Misschien heb je meer zelfvertrouwen nodig. Misschien moet je meer durven om risico's te nemen in het leven. Dus let op dat je daaraan werkt, dat je risico's durft te nemen.
Oké, Steenbok, dit was jullie boodschap voor oktober. Bedankt en tot de volgende keer. Doei doei.